Ik moet soms denken aan vochtige doekjes. Vochtige doekjes worden gemaakt. En dan zegt de fabrikant van de vochtige doekjes, zegt dan, ja, dit kan gewoon in het toilet. Terwijl mensen die het riool beheren, die zeggen, ja, helemaal niet. Dat kan helemaal, ja, het kan wel, maar gewoon liever niet. Ja, vind ik gewoon grappig. Dat die twee partijen tegenover elkaar staan in de wereld. Er zijn ongetwijfeld mensen die zich daar iedere dag mee bezighouden. Nou, dat vind ik gewoon grappig. Even de gingerbug bekijken. Ja! Zie je schuim? Dus het werkt. Nu dus even 30 gram gember en een beetje suiker. Deze keer doe ik dat gewoon op gevoel. Ook goed. Dan even rekenen. Ik dacht de mensen die weten op welke dag iedere willekeurige datum in het verleden valt. Ja, dat die mensen gewoon knetterslim zijn. Maar er is gewoon een trucje voor. Het is een sommetje die... Ja, het kost wel even tijd om het te oefenen. Maar het is niet onmogelijk of zo. Ja, dat wil ik graag uitleggen. Here's how it works. De formule. Het is eigenlijk gewoon een som. Een jaar heeft een code, een maand heeft een code, een eeuw heeft een code, een datum heeft een nummer. En eventueel een leap year of een schrikkeljaar. Mod 7. Mod 7 betekent delen door 7 en dan wat je overhoudt, dat is wat eruit komt. Dus je moet alles bij elkaar optellen en dan mod 7 en dan komt er een getal uit van 0 tot en met 6. Want als het 7 is, kun je het alsnog een keer delen door 7. En die 0 tot en met 6, dat is zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. En dan weet je de dag. Hoe werkt het? De year code. Papier. Oh, hier. Schriftje. De year code is dit. Year. Plus year. Div. 4. Mod. 7. Ik ben geboren in 1986. JJ. Y is 86. 86 plus 86 div 4 mod 7 86 plus. Wat is 86 div 4? Dat is 21 plus 21 mod 7. Wat is 86 plus 21? 107 mod 7. Wat is 107 mod 7? 107 mod 7. Maar dat moet ik uit mijn hoofd dus kunnen. Is 2. Kennelijk kun je 105 delen door 7. Oh ja, tuurlijk. Dat is 15. 107 mod 7 is 2, want 105 kun je delen door 7. Dat is 15. En dan hou je dus nog 2 over, dus het is 2. Oké. Maandcode. Januari, februari, maart, september, oktober, november, december. Dit moet je dus onthouden, want dat zijn 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5. Century code, ja, omdat de kalender is geswitcht op in de 18e eeuw, kun je dus 1700, 1800, 1900, 2000, nou verder hoeft het eigenlijk niet. 4, 2, 0, 6. Kun je nog verder gaan? 4, 2, 0. Dat moet je ook onthouden. Leap year code. Wanneer is het een leap year? Nou, als je het kunt delen door 4, want iedere 4 jaar schrikkel. Jaar. Maar iedere 100 jaar geen. Maar iedere 400 jaar wel. Dus 2000, ja 2000, schrikkeljaar, ja. Jaar 1900, schrikkeljaar, nee. Wel te delen door 4, maar ook te delen door 100, dus nee. 1986, nee. Top. Dan kunnen we nu Jelmer de Boer zijn geboortedatum. Geboortedatum 7 april 1986. Kun je ook gewoon googlen. Als je Jelmer de Boer googelt, staat mijn geboortedatum in beeld. Hoe berekenen we dat? Year code plus month code plus century code plus date number min leap year code. Mod 7. Oké, de year code hadden we uitgerekend. 2 plus, wat was de month code? April 6. Plus century code, dat was de 1900s. 0 plus date number 7 min leap year 0 mod 7. 2 plus 6 is 8 plus 0 is 8 plus 7 is 15 min 0. 15 mod 7. Je kunt 14 delen door 7, hou je 1 over. Antwoord is 1. 1 is maandag.
Immers, 0 was zondag, 0 is zo, die, wo, do, pr, za. Nou, even checken. What day 7 april 1986? Monday. Ik zei niet dat het makkelijk was. Ik zei gewoon dat je het kunt berekenen. Dus, ik zal wel even een linkje hieronder doen. En dan kun je oefenen. Ik denk, die yearcode, ja, dat is een som. Ja, die som kun je wel onthouden en die kun je makkelijk uitrekenen. De maandcode, ja, dat zijn 12 dingen die je moet onthouden. Op zich ook niet zo heel moeilijk. Century code, ja, dat is 4206420. En als je weet waar je moet beginnen, dan weet je het ook. De leap year code, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Het is of 0 of meer 1. Ja, dan ben je er al. Dan weet je eigenlijk wat je bij elkaar op moet tellen. Yearcode, monthcode, centurycode, date number, leap yearcode. Ja, ik vind dat dus beren interessant. Omdat, ja, dat is gewoon leuk. Nou, weten jullie het ook? Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. En zo niet, ja, dan moet je het gewoon oefenen. Tot morgen.